vond het hartstikke leuk. En ik heb mijn record verbroken met 10 centimeter. Dus blijer kan ik haast niet worden. Woensdag was ik hier met een paar vrienden van me. En toen hadden we er 9. Dus ik waren allemaal dikke vissen. Maar allemaal met dit soort dingetjes. En ik heb een gerust wel eentje voor je, als je er eentje wil. Ja. Nou, dit in verschillende maatjes, dat werkt echt heel erg goed. Maakie, ga maar in je huisje. Meestal doet hij dat meteen, maar... Hey Bertus, hoe moet je deze nou eigenlijk... vissen? Nou, ik vis het zelf het liefst met hele subtiele slagen. Dus niet van het hele harde, dat zie je ook wel eens vaak. Mm-hmm. Dan zijn ze aan het tikken met dat ding en dan denk je, jongen. Maar gewoon heel rustig aan. Rustige slagen. Zo van zeg maar, als het een horloge was, hè, zeg maar van 8 naar 7. Van 8 uur naar 7 uur. Iedere keer een uurtje terug. Hele korte slagjes en dan zie je hem helemaal links, rechts door het water lopen. Ja. Zag je hem? Ja. Nou, probeer het maar. En je opslag moet je eigenlijk zo kort mogelijk maken. Kijk, zoals dit, waar je onderlijntje is wat tegen je top, dan gooi je ook de minste pruiken. Oké. Dan gooi je ook vaak het verst. En dan kun je ook heel nauwkeurig werpen. Oké, bedankt voor de tip. Super, heel goed. 87 was je grootste, hè? Ja. Oké. Dat moet kunnen lukken hier. Maar ja, je weet maar nooit, dan blijf vissen. De ene keer gaat het als een speer. En je hebt wel eens van die dagen dat je denkt, zit hier wel vis? I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive. In my imagination you're waiting, lying on your side. With your hands between your thighs. Werp je al lang met de railboa's? Nou, je doet het goed. Ja, echt wel. Ik heb alles van die people, de clowns in de boot, die gooien om de 3 worpen een pruik. En dan is de aardigheid er snel af. Wat vangt hier het meeste? Juist zo fel of een wat minder fel kleurtje? Nou, groen is wel goed op dit moment. Okay. Dus wat je er net aan had... Die pikefighter, geloof ik, jij? Ja. Dat is wel een goede kleur. Ja? Ja. Oké. Dus ik ben weer terug ook gegaan naar groen. Eens kijken wat het wordt. Ja, boos, een mooie, echt vergroter. Bertus, kan jij deze even pakken? Moet ik hem pakken? Ja. Doe die maar even overboord, heb Mikey er geen last van. Ga maar even zitten, dat is even beter denk ik. Want als je snoek valt, valt hij niet zo hoog.
Zo, ja, prima. Zal ik een foto ervan maken? Ja. Boos met een snoek. Hey, Mike, nee, Mikey, nee. Ik denk dat dit wel een 90 is. Ja, dus je dik. Nou, dan is het een 90. Ja. Nou, Boas. Hij is 97. Zo. Dus 10 centimeter groter als je beste tot nu toe. Ja. Een tikje geven. Ja, daar gaat hij al. Gaat hij? Ja. Olé, 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 olé. Nou, dan vaar ik even een stukje terug, want we zijn aardig afgedreven. Net geen meter. Maar wel eerlijk is 97 centimeter. Ja. Ja, geweldig. Ja. Wat was al goed advies, hè, Bouwers, om te zeggen gebruik maar een groene. Ja, zeker. Dan stel ik direct voor, als we direct nog 100 meter gedrift hebben, dat we terug gaan trollen, zo die kant op, en dat we dan nog een keer een driftje maken. Kijken hoe dat loopt. Nou, dan misschien iets dieper. Ik heb een redhead en een blauwe. Ik zou dan, je hebt nog een rode ook. Je hebt er drie. Oh ja, deze nog. Ja. Nou, doe die redhead maar. Ja? Ja. Waarom is de redhead het beste? Er wordt het meeste mee gevist. Ja? Ja. Okay. Dus het is een kleurtje wat die snoeker niet zo heel vaak gezien hebben. En ik heb hem zelf een paar keer geprobeerd en dacht, nou, dat zit wel goed met die redhead. Okay. Dus dat gaan we gewoon proberen. Hij gaat een meter of vier, hè, als je hem 30 meter achter de boot vist. Dus ik ga proberen die rand aan te houden, 3,5 meter ongeveer. Even kijken. Als ik zeg van nou even hengel omhoog, omdat het ondieper wordt, hè, even een hengeltje omhoog steken, dan gaat hij meteen hoger zwemmen. En als we dan gepasseerd zijn, hupt hij meteen weer naar beneden. Goed? Ja. Oké. Okay. Nou, je kunt hier gewoon gaan zitten. Bertus zegt dat dit een mooi stukje is om te driften en dan dit af te werpen. Doe nu mijn favoriet van vandaag er weer aan. De toverplug van Henk Samson. Gelukkig zijn Henk en ik goede vrienden, dus we kunnen het hebben. Ja. Boos, ik heb er ook één. Het staat weer 1-1. Someone to kiss, someone to kick you. There's not a name you couldn't slip through. Het is te slecht weer om nog door te gaan, dus dan gaan we terug. De camera wordt ook nat, dus het heeft geen zin meer om te filmen nu. Bedankt Bertus dat ik mag vissen met jou. Nou, ik vond het super gezellig. Ja, ik ook. Gaan we weer? Ja. Zullen we afspreken in de zomer? Doen we wel. Ja. Ja. Mag je nou uit de boot slingeren? Hè? Mag ik je nu uit de boot slingeren? Ja hoor. Kom hier!